Het is 7:08. Dus we gaan naar de Dilemma Plus. Ja. Heb jij die ergens staan daar toevallig? Ja. Yeah. Oh, dat is een mooie... En de vraag is, wordt er gedoucht vandaag of niet? Dat sowieso niet. Oh. Er zitten dus een aantal kaartjes in. Truth or dare of dilemma's. En als wij daar eentje uithalen, dan moeten we dat wat op dat kaartje staat beantwoorden of doen als het een dare is. En dat is vaak best wel kut eigenlijk, zo'n dare. Ja. Bijvoorbeeld iets uit de koelkast die je opvreten, wat vaak al maanden erin ligt. Vlees. Maar ik heb gelukkig een truth deze keer. Want ik heb vorige keer ook al een dare gehad. Dat werd je ook niet blij van. Heb je wel eens naakt gezwommen en waar? Ik weet dat verhaal van jou volgens mij, wat daar was over gehad. Hey. Niet live op de radio, alsjeblieft. Jezus, Miguel. Dit is jouw kaartje. Weet ik. Maar ik dus niet. Al zou ik het wel heel graag een keer willen doen. Dat lijkt me heel erg bevrijdend. Maar nee, ik heb dat nog nooit gedaan. En waarom? Omdat ik eigenlijk in de eerste niet zo heel erg gek ben op zwemmen. Ik wou net zeggen, want ik kan me herinneren dat als wij naar het Waalstrand gaan en ik zeg van kom er even in. Ja. In het water. Dan nee. Nee, ik vind zwemmen altijd eigenlijk heel erg gauw al vies. Ja. Nou kan ik dat bij de Waal ook nog wel begrijpen. Ja, maar dat is echt op heel veel plekken. In een zwembad bijvoorbeeld. En dan vooral die kleinere zwembaden. Daar is het water is dan of is het blauw. En dan vind ik het een beetje eng eruit zien. Oh. Of het is geel. En dan vind ik dat heel erg vies. En dan zie ik allemaal aan de zijkant allemaal plukken haar van mensen over de 80 drijven. En ja, daar word ik gewoon niet vrolijk van. Dat vind ik echt zo smerig. En bijvoorbeeld een kapot stukje mat drijft er ook altijd in. Een kapot stukje mat? Ja, dat drijft altijd in een zwembad. En stof, weet je wel, van als iemand dan sokken uitdoet, dat daar nog een beetje stof aan die voeten is blijven plakken. En dat ligt dan in dat zwembad. En daar lig ik dan doorheen te dobberen. En dat vind ik dus zo smerig aan zwemmen. Ja, behalve als een zwembad goed gereinigd wordt, wat vaak wel bij een Aquamundo of iets het geval is, dan vind ik het prima. Ja, maar volgens mij wordt een zwembad altijd doorlopend gereinigd. Ja, maar dan heb ik het eigenlijk ook per definitie over zo'n klein baantjestrek zwembad. Ja. En als een heel park, dat is niet zo erg. Ja, dus dat eigenlijk. Okay. Maar en dan naakt zwemmen. Ja, goed, als ik het dan een keer ga doen, dan ga ik het gewoon naakt doen. Dus bij deze. Oké. Okay. Maar ook echt gewoon in een binnenzwembad. Ja hoor. Prima. Ja hoor. Doe ik gewoon. Jij bent aan de beurt. Ja, hier... Dit krijg je dus van. Ik krijg nou een appje van mijn moeder. Oh, Rick, vertel. Ja. En bedankt, hè. Alsjeblieft, veel plezier. Ik kan nog niet meer naar huis. Nee, snap ik. Heel veel schaamte de volgende keer als je naar huis gaat. Nee, was toen wat anders. Even kijken. Truth. Oh. Als je de rest van je leven naar één nummer zou kunnen luisteren, welk lied zou je dan kiezen? Oeh. Ja. Dat is dus wel een beetje een ethische kwestie. Want gaat het dan een nummer zijn dat je heel leuk vindt? En dat... Om daar dan gek van te worden uiteindelijk. Of pak je iets wat heel erg neutraal is. En dan ook heel kut wordt uiteindelijk. Ja, deze is voor mij niet zo moeilijk. Ik heb echt één favoriet nummer. En dat weet jij volgens mij ook wel. Dat is het nummer waar we ooit een reactievideo op gemaakt hebben. Oh, dat is natuurlijk van Nightwish. Ja. The Greatest Show on Earth. En wat je zegt van het gaat vervelen. Ja, vast wel op een gegeven moment. Maar aan de andere kant. De muziek van Nightwish die verveelt relatief. Niet zo heel snel. Ja. En ik luister die band al echt... wat zal het zijn? Heel erg lang. Nou, toch zeker 15 jaar. Ja. En de muziek aan het begin luisteren... kan ik nog steeds met heel veel plezier luisteren. Dus dat zal meevallen, denk ik. Oké. Okay. Dus, en een nummer duurt 24 minuten. Dus dat scheelt ook weer. Ja, precies. Ja. Het is geen Weatherman, zeg maar. Als je die heel leven lang moet luisteren... Zo, je kotst het naar bed. Precies. Nee, dus The Greatest Show on Earth zou dat dan voor jou zijn? Ja. Oké, zeker. Okay. Zijn we er dan nu over uit? Ja, we gaan hem niet in de start, wil ik zeggen, maar... Nee? We gaan er wel een ander plaatje draaien, denk ik. Ik wou net zeggen, want als we die dan moeten draaien... dan zijn we gelijk op het reclameblok van 7 uur komen uit. Ja, precies. De nieuwe van Shepard nu dan Learning to Fly. Wil jij nou meer of minder flamingo's? Meer. Ik wou net zeggen, liken, abonneren en gewoon even delen. Dat is het enige wat je hoeft te doen.